Zo, die flits. Yo allemaal, ik ben Devin. Ik ben Tim Tigeren. We zijn onderweg naar het grootste verlaten psychiatrische ziekenhuis. En we gaan er overnachten. Je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Er zitten dus al mensen in dit gebouw. We zien constant een lampje en ze gaan er echt gewoon niet van kamer naar kamer gaan. Ze staan nergens. Jongens, check hoe ziek dit eruit ziet, man. Dit is echt zo groot, dat kan je niet eens zeggen. Het onweer, we staan hier in de regen, er zijn mensen binnen en wij willen hier slapen. Ja, lekker man. Dit is echt... Het stinkt ook gewoon. Oh, je wordt er gekakt erin. God, ja, Hier is de missie, bro. Ja, laten we lekker gaan exploren. Ik wil filmen. Het is super groot, hè, bro. Ja, echt een duur, man. Hij heeft ook een kamer. Oh, een beetje buikpijn, hoor. Ja, ik snap het wel. Andere mensen hier. Zie je ze. Ja. Hallo. Oh, yo, gast. Tim, kom eens. Check dit. Overal is op gescheten, man. Ja, maar heel, hier heb je een heel bak, hè. Het heeft een hele nare sfeer. Ja, ik vind het wel meevallen op zich. Ja, maar ik heb echt zo gelijk zo'n idee dat die psychiatrische mensen in het bad liggen. Ja, ze helemaal gewoon geholpen worden, omdat ze helemaal niet meer, niks meer kunnen. We hebben dus nu een trap gevonden die naar boven gaat. En ik wil liever wat meer naar boven. Vinden jullie het hier? Ja, ik vind het wel echt vet, man. Ja, toch? Hier komt dus de ziekenwagen. Naar binnen gereden. Hoor je dat ook? Ja. Restaurant. Dan natuurlijk een echte seeker sticker hier zo achterlaten. Tuurlijk, we zijn hier allemaal op tekst, dus wij dachten, nou, stickertje kan ik wel. Lekker man. Hoppa. Dit soort gangen met al die deuren die openstaan, die zijn altijd het kutst. Want je ziet gewoon niet wat erachter zit. En je hoort ook die onweer super hard op de achtergrond. Het lijkt serieus hier, Goof. Het lijkt alsof er iemand doucht hier. Wat is dat? Oh, hier. Wow, yo. Oh mijn god. Zo die flits. Maar hier zitten ook die tralies voor de... Hoe vind je het hier wel? Ja, ik dacht dat ik heel uit was en dat valt in ieder geval mee. Maar jij gaat zo terug, weet je? Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ik zou hier dus echt niet willen gaan slapen. Ik dacht heel veel te muziek worden, maar dat is dus gewoon wind. Maar het leek echt serieus op een soort van kerkmuziek. Ja, zo'n gekke, galm, geestachtig geluid. Heb je als die satanisten is, maar demonen geroepen. Zet ze van zulke muziekjes aan. Ja, dat is met kaars te spelen, bloed. Deze
torentje van hier, maar we kunnen het dus niet vinden. We hebben wel 10 trappen op en nog steeds niks. Ook een soort zolderkamer ofzo. Dat is lastig, man. Je kan hier ook wel serieus verdwalen volgens mij. Ja, het is super groot. Jongens, ja? We zijn, oh, zijn helemaal naar beneden. Man. Het is doodseng. Als je een stuk achter raakt. Ah! Gast, dit is niet grappig, bro. Stom. Ik schrok tegen man. Echt, dit is echt no joke, bro. Oké, jongens, even voor de duidelijkheid. Frederik en Guido waren er dus net bij en die vonden het interessant om mee te gaan. Nu zijn ze weg en zijn wij dus alleen hier. Die gaan rustig morgen naar het festival en wij moeten nog heel de nacht. En het is pas iets na 11 uur geweest. Ja, het is 11:30 op dit moment. Dus moet het middernacht worden. Waarschijnlijk als we precies een plek hebben gevonden is het middernacht. Dus dat gaat nog even kut worden. Check dit, je kan hier gewoon... Kijk, dit is de bovenkant van de lift. Dit is gewoon de lift. Ja. Kijk hè? Ja, ik dacht misschien even boven wat is. Oh, ik ben een klim. Oh, joh. Dat is echt al lang nodig. We zijn nu de trap aan het nemen om naar het laatste en hoogste puntje te komen. En willen daar overnachten? Ik wil jullie in ieder geval even laten zien, dat gevoel even laten voelen. En als jullie denken van dit is te gek, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan gaan we weer. Ik heb nu echt zo ontiegelijk naar gevoel. Er staat hier op de deur Isa Alex. En hier is een kruis met fucking bloed. Ja, het kan ook rode verf het zijn. Het kan, maar... weet je wat het is? Als je logisch nadenkt, dan is het gewoon van iemand een geintje. Als hier echt iemand dood te gaan is. En er ligt hier een kruis, dat geeft een heel naar gevoel. Het is echt. Maar dat zit tussen je oren. Ja, maar heel deze etage is al eng. Heel deze etage is al gewoon eng. Enger dan de andere etage. Ja, daar heb je gelijk en je voelt hier al veel meer. Een dekentje, bloed op de muur hier, op verf. Nee, dit is wel bloed. Kijk, dat verandert van kleur. Dat is de body. Waar zit weer Alex op die muur? Weet je wat voor idee ik heb? Dat die Alex hier is overleden en dat gewoon iemand een nabestaande of zijn vriendin zo hier zo is gaan overnachten en zo. Ik wil zo'n gevoel hebben. Om contact te maken met hem. Om dat contact te maken. Hoe hoog is dit dan? Ja, gewoon hier naar buiten en echt daarna is tering hoog. Elke dag staat hier open. Oké, lopen we verder. Die gaat dood. Het zijn gewoon guys die dat op de muur tikken. En het dekentje ligt erbij in. Alles. Nee, maar dat was gewoon een sjaal. Ik word nu wel paranoïde, man. Wat doe jij? Over die deur. Serieus? We komen hier op dit stuk. Het voelt al een stuk nader. Er staat daar ook gewoon hel op de muur. En het helpt gewoon niet erg. Ja, het helpt gewoon niet echt mee. Ik vind het spannend. We gaan hierop. En hier gaan we sowieso veel duimpjes voor krijgen. Ik denk dat we sowieso 2000 duimpjes omhoog kunnen halen. Ik zag een witte shit voor mijn neus. Oké, kom, we gaan. Bro, rustig. Ga die trap af. We gaan naar beneden met z'n allen. Maar ik had die licht op mezelf, zeg maar. Ja. En ik draaide zo dat, zeg maar, dat de camera naar de trap toe wees. Dat je mij, zeg maar, van de trap af zag kijken. En het licht was dus naar achter.
Dus het ligt niet naar voren toe waar ik keek. En toen zag ik daar gewoon zo wit iets voorbij vliegen. Holy fuck. Gast, Tim, ik denk dat we hier gewoon weg moeten gaan, man. Gelijk die trap af, gelijk weer naar rechts. En go, man, dit is niet chill. Ik keek echt in zijn ogen. Ik zag die angst maar in zijn ogen. Weet je, het eerste waar ik nu weer aan denk is van hoe nep gaat dit eruit zien op beeld. En hoeveel mensen gaan nu reageren van, oh, wat bedoel je. Maar echt, ik zweer dit. Bro, dit kan je niet faken. Dit kan je niet faken. Dat meen ik. Ik kijk nu de kijker aan. Ik meen dit echt. Ik weet niet, ik zag geen zwevend iets met ogen en mond. Nee, maar ik zag wel iets voorbij vliegen in het wit. En het kan ook zijn dat ik in mijn eentje daar was en jullie al hier waren, dat je dan extra bang voelt dat je iets meer beïnvloedbaar kan zijn voor dingen of zo. Dat kan natuurlijk allemaal, je kan het allemaal verder redeneren. Ik zeg terug, wow, wat dit is niet chill. Gaan we op 4 kijken? Ja, heel snel. Ja, ik sta hier nog dat gat in. Als ik maar bij deze fuck. Ja, jongen, ik sta ook in het gat te kijken. Ga. Ga. Kijk, al die lichtjes hier. Kijk, ach, gast. Deze trap is dus vrij nieuw, maar mensen hebben hier dus echt serieus met kaartjes en shit dingen proberen op te roepen en rare shit, man. Waarom doen mensen dat dan? Wat de fuck bezit je? Nee, niet. Nou, omdat mensen echt van die ghost hunters zijn en daar echt iets van willen zien. Maar die gast, dat geluid. Nee, ik ben klaar. Ik ga jullie nog één ding laten zien dat ik van de vorige keer weet, is dat hier een stoel alleen. Ja, daar ligt hij nog. Kijk, zien jullie het, jongens? Hier is iemand gewoon eruit geflikkerd. En die is gewoon met zijn stoel en al. Ja, je weet het niet hoor. Het kan ook gewoon dat iemand zijn stoel eruit lukt, natuurlijk. Maar ja. Nou, ik hoor je niet staan. Het gevoel wat ik hier krijg is. Kijk hoe hoog ze zijn, kijk hoe klein die lampjes daar zijn. We staan hier dus op het. Ja, de zolder van dit ziekenhuishotel. En we komen hier en van alles gebeurt gewoon. Het is heel raar. Weet je wat het denk ik is als ik het. Puur realistisch bekijken, zit je jezelf gewoon gek te maken. Ja, maar zie je van allerlei dingen. Hetzelfde. Ja, weet ik, maar toch, ik denk dat iets is tussen je oren. Weet je dat je jezelf gek maakt? Maar ik durf niet te oordelen. Ik kan er niet meer bij. Oké, jongens, let's go. We gaan zo snel mogelijk weg hier. Oké, we blijven goed bij elkaar. Ja, laten we achter elkaar gaan die trap op. Let's go. Privé. Ja. Dat is de privékamer. Die spiegel, dit soort elementen maken het gewoon helemaal gek. Zo'n spiegel die hier gewoon gebroken op de grond ligt. Juist, we staan nu dus weer beneden. En die rust die je hier hebt, als je zo dat bos hoort en een beetje nog die miser, is wel veel chiller als in het gebouw. Ja, wat vinden jullie ervan? Ook zuurstof, weet je wat? Je voelt je daar binnen een soort van opgesloten. Ook qua zuurstof in je hoofd voel je een soort van druk de hele tijd. Dat vind ik ook. Dat laat zich nu allemaal lossen, dat is echt heel relaxed. Maar alsnog is het nu kijken van, oké, waar gaan we slapen? Wat gaan we doen? Nog wel? Ja, we twijfelen gewoon even. Je wilt buiten misschien in een tentje, zitten we ook een beetje te denken. Ja. Maar het regent ook echt. Dan heb je wel meer rust. Zo. Het is je hebt meer rustiger. Rust. Ja, zeker. Jongens, het is zo donker hier, hè? Ja, het is fucking tunnel. Niet fokken. Hallo. Guido. Niet fokken. Guido, stop. Dit zijn geen grappen. Ja. Wat is er? Wat deed je? Waren jullie aan het fokken? Ik hoor weer dat geluid, man. Ik hoor weer dat geluid. Donder even op. Kut, gast. Guido. Nee. Dit was geen grapje, toch? Ik hoor ze al lachen. We zitten dus weer in de auto. Wat we hebben gedaan, we hebben even een hotel geboekt. Weet je, we voelden ons gewoon super relaxed. We wisten, oké, als we daar gaan slapen, gaan we niet slapen. Het klinkt leuk en aardig, maar het gaat gewoon niet werken. Ja. Dus wij dachten, oké, we willen morgen ook nog even wat uit de dag halen. En we zijn heel het weekend nog in Ardennen, dus we hebben een hotel gefixt. Daar gaan we nu heen rijden. Die wouden nog net even open blijven voor ons. Ja. Dus laten we snel gaan.
2:15 s'nachts. We zijn aangekomen bij het hotel en ik denk dat dit een goede keuze is geweest. Ik weet het wel zeker. We voelden ons daar niet veilig. Het was gewoon echt... Die situatie was niet te beschrijven. En nu kan je nog wel denken van... Ja, misschien had het toch wel gekund. Maar dit had moment... echt niet gekund hoor. Echt niet. Nee. Dit is de enige optie die er was, man. Ik zweer het je. Het was alsnog echt een super zieke ervaring. Daar s'nachts zijn is een hele andere vibe dan overdag. Dus ja... Als je het vet vond, laat sowieso even een reactie achter, een like. En als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren. En zeg, misschien moeten we de volgende keer naar een andere vette locatie. Weten jullie iets? Laat het eronder weten. Zeker. Ja. Top. Zien we jullie later. Yo.